Hallo jongens, mijn naam is Digital Toaster en we zijn weer terug bij Minecraft Survival episode nummer 9 ondertussen al. Waar zijn we vorige keer geëindigd? We zijn geëindigd met onze wheat farm die ondertussen... Ik hoorde niks, ik dacht al van what the fuck, waarom hoor ik niks? Maar er is ook gewoon geen geluid om te horen. Dus de wheat farm is ondertussen nog altijd niet klaar. Allee, klaar, ik weet niet, ik moet gewoon nog wat seeds bijvoegen en andere shit en misschien wat groter maken. Maar ja, als ik geen seeds heb, kan ik dat niet doen. Dus ik moet deze shit gewoon wat laten groeien. Ik ga deze rand nog een beetje doen. Zo. Dan maken we daar nog een stenen pad van. Zo, hier. Deze dan nog weg. Zo, de rond. Dan kunnen we er langs deze kant ook deftig rondstappen. Zonder op onze wiet zelf te stappen. En ja, als je iets in de achtergrond hoort, het is vervelend om met opnames te maken als je een broer hebt die, als hij thuis komt, gewoon de muziek hard opzet en wat begint te mixen. Vervelend om opnames te maken. Ik moet vijf seconden in de camera gaan om te vragen dat we het zachter zet. En dan zetten we het af en toe dan voor te pesten. Wat harder natuurlijk. Maar ja, niks aan te doen. Dus probeer ik een beetje erover te praten. Een muziek op de achtergrond of zo. Om te zorgen dat jullie het niet te hard horen. Dat we rustig hier kunnen opnemen en kunnen spelen. Voilà. Ah ja, wat ook wou doen. Ik ben dus bezig met een Day in the Life of Digital Toaster. En ik moet nu voor te opnemen. Dus ik ga eigenlijk een videoception doen. Dus jullie zullen het wel zien. Yo mensen, dus we zijn hier nu bezig met Minecraft Survival aan het opnemen. Dus jullie hebben waarschijnlijk de Minecraft Survival video nu al gezien. Dus nu is het eigenlijk een videoception. Jullie zien hier dat ik Minecraft Survival aan het spelen ben. Maar die video is er dus, als deze is geüpload, gisteren al online gekomen. Dus het is echt Mineception, videoception een beetje. Dus ik ga nu verder opnemen en ik zie jullie straks weer als ik naar de squash ga ofzo. Yo mensen. Oké, dus dat is eigenlijk dus kort voor mijn Day in the Life of Digital Toaster video. Dus dat was daar kort van. Jullie zullen dat morgen dan wel zien als het wordt geüpload natuurlijk. Wat ga ik eigenlijk doen? Weet je, ik heb alleszins nog wat hout nodig. Hier, nou, er moeten ook nog wat huizen bij komen. Ik wil misschien een huis maken. Alleen een huis. Een soort gebouw maken voor ovens. Dus een gebouw waar ik al mijn dingen ga smelten. Ik kan mijn gsm nu even op mijn bed smijten, want anders gaan jullie zo raar dingen horen als er iets binnenkomt van sms'en ofzo. Dus dan gooi ik het snel op mijn bed. Deze staat een beetje in de weg naar mijn zin. Heb ik ergens nog gravel? Ja, ik heb nog gravel. Wat? Zo, voilà, dat is weer. Ik ben ook The Hobbit gaan zien daar straks. Echt een nice film. Duurde wel gigantisch lang. Maar we moeten nu wachten op de volgende natuurlijk. Dat was echt een epic film. Het mocht van mij zelfs nog langer duren eigenlijk. Hele film is eigenlijk zo gemaakt in een hangar met greenscreen. En niet echt meer in de natuur. En alles is animatie gemaakt. Oké, dat is wel sweet hoe dat ze het allemaal maken, maar ja, dan is dat bijna een tekenfilm, want nee, oké, de acteurs zijn wel echt, maar de omgeving en zo is allemaal fake. Ja, ik ben hier nu eigenlijk gewoon wat dingen aan het doen. Ik wil hier misschien zo een ingang naar een mijn maken of zo, dus ik maak mijn pad zo verder naar daar. Dus hier, ik ga dat nu wel niet helemaal doen, maar gewoon een stukje van hoe dat ik mijn pad wil laten verder gaan. Ik heb toch genoeg gravel om het af te maken. Voilà, heb ik. Oké, ik heb een paar slabs, dus die ga ik plaatsen. Voilà. En dan is het hier nog wel mooi ook zo langs de zijkant van mijn huis. Nog 30 heb ik er. Dus zo ga ik nog een beetje verder afmaken. En dan ga ik hier naar hier gaan, waarschijnlijk. En dan eentje naar boven of zo. Dat lijkt me volgens mij wel goed. Dat we dan hierheen naar boven gaan. Voilà. En dan moet hier natuurlijk nog cobblestone slabs ook aan de zijkant. Maar ons padje gaat natuurlijk verder. Nu, hier. Hier is natuurlijk wel mijn mijn. Dat ga ik moeten onthouden. Maar ik wil hier een
een soort gebouw maken waar ik alles ga smelten. En ik ga daar cobblestone, gewoon hout voor gebruiken. Ik weet nog niet hoe dat er echt gaat uitzien. Dus alleszins, er moet... Wacht, hè. Hoe gaat het eruit zien? Pum, pum, pum. Weet je, laten we eerst gewoon even gaan slapen dat dag is, oké? Dat we niet ineens in de rug worden aangevallen door een fucking creeper of zo. Oh shit, mijn deur staat nog open. Dat is niet veilig. Dat is niet slim. Voilà, we zijn volgende dag. En ja, ik moet nog altijd mijn verdieping afmaken. Maar daarvoor moet ik gewoon hout gaan halen. En ben gewoon te lui om hout te gaan halen. Ik doe liever eerst wat andere dingen. Dus. Zo. Hoe gaan we dat maken? Pum, pum, pum. We moeten alles niet zo een gigantische muur hebben of zo. Gigantische muur waar dat alles aankomt. Allee, aankomt is geen tekst of zo. Dus we kunnen het niet met pijpleidingen laten aankomen. Dus... zal het anders moeten. Ik ga er een cobblestone huisje van maken. Zo. Dus we maken hier gewoon, ik weet niet, een beetje standaard huis. Dus hier komen allemaal furnaces. Zo. En dan. Zo. Deze mag dan een beetje zo gaan. En dan hebben we hier gewoon één kleine doorgang. En meer moet eigenlijk niet zijn, gewoon een klein huisje voor gewoon al vol met furnaces, met chesten te zetten waar je dan alles kan smelten. Kan misschien zelfs nog een doorgangetje maken, zo van hier naar daar of zo, zo'n klein weggetje dat ik niet langs hier moet. Dat kan ik ook nog allemaal doen. Dat moeten we dan nog bekijken. Laat me ook weten als jullie een speciaal ander gebouw willen, laat het me gewoon even weten in de comments, dan weet ik ook wat bouwen en zo. Dus dan weet ik wat doen. Dan ga ik na een tijd gewoon niet meer weten wat bouwen. Oké. Dan gaan we even toe. Nee, deze niet natuurlijk. Zo, en dan komt hier onze gravel die we nog hebben. Ja. Zo. Dat is een klein padje. Ik wil nu niet alleen gewoon cobblestone gaan halen. Dus ik ga even nog snel wat van die boom hakken ofzo. Zo, een trapje maken en dan kunnen we wat hoger gaan. Zo. Wat hout hakken. Dan de top van de boom als we geluk hebben. Als dat als een top, moeten we alle hout daar ook nog rond doen. Anders blijven hier zo zwevende bomen hangen. En dat haat ik echt zo hard. Dan hakken mensen, als je op een server zit of zo en je speelt met een paar mensen, dan hakken zo mensen de bomen. Maar. Oh, serieus, dat mijn pickaxe nu. Dat mijn ex nu eindigt. Dus dan hakken zo de mensen de bomen. En. Dan zijn er van die gigantische bomen en natuurlijk laten ze dan gewoon zo de bovenkant vliegen en hebben ze alleen een deel van de stam eigenlijk weggehaald. Dus ik haat echt zo hard, hè. Weet je, we gaan een diamond axe maken. Goed genoeg voor mij. Zo, en dan sticks. Voilà, ze diamond axe. Die diamonds gaan we natuurlijk toesteken, want die wil ik niet verliezen. Nu, die trap staat hier echt nog altijd in de weg. Anderen hebben gezegd om het misschien hier te plaatsen, dat ik genoeg nog plaats in het midden heb. Ik kan het misschien ook nog doen. Ik moet echt gewoon nog zien hoe ik mijn interieur doe, want nu vind ik het toch wel een beetje ambetant, omdat ik altijd naar daar wil gaan, naar mijn chesten. Dat vind ik echt ambetant nog om er dan door te gaan. Maar later komt er nog een apart huis voor chesten of zo. Dat moeten we allemaal nog zien. Hangt van jullie af wat jullie willen zien natuurlijk. Dus ik zeg het, laat gewoon in de comments. Ah ja, blijf natuurlijk kijken. Straks komt er weer een secret comment. En dan natuurlijk, dan moeten jullie het weer in de comments sectie doen. Vorige keer ben ik er vergeten eentje te zeggen. Maar ja, geen paniek, dat maakt niet uit. Ik heb nog wel tijd genoeg comments gehad. We hebben wel nog geen 150 likes op de vorige episode. Maar nog maar iets van de 100 of zo. Dat is natuurlijk altijd nog wel veel. Dus moest je de vorige episode nog niet geliked hebben, ga dan zeker een keertje terug om die uit te checken. Die boom is volgens mij helemaal gedaan. Dus dan gaan we hier nog snel wat van deze bomen hakken. En kunnen we eigenlijk misschien ineens gewoon van ander hout ook gaan halen. Nu dat we een diamond axe hebben. Om dan gewoon snel onze interieur verder af te maken qua vloer en dak. Dus dan moeten we van deze hout hebben natuurlijk. Dat gaan we dan snel hakken. Want hier is een vliegende boom. Die moet weg, zoals ik al zei, dat ik dat niet leuk vond. Zo, ik heb geen idee hoe lang dat we al aan het opnemen zijn. Iets van de... 5 of 10 minuten ongeveer nu. Ik weet niet. Jullie zien het waarschijnlijk dan nu aan de tijdlijn hoe ver dat we al zitten. Ah ja, je hebt misschien gezien van mijn kanaal dat ik ineens verschrikkelijk...
weinig video's meer heb. Ik had er 600, maar dankzij YouTube heb ik er veel moeten verwijderen. Ik heb nu nog maar iets van de 200 à 300. En dat sukt echt. Ik heb ook veel video's inkomsten moeten afzetten. Mijn views gaan natuurlijk dalen, aangezien dat veel video's nog altijd veel views opleverden en die video's nu verwijderd zijn. Ik moest dat doen om mijn kanaal safe te houden voor strikes en zo, dat mijn kanaal niet wordt verwijderd en dat er dingen worden afgezet. Dus moest ik dat voor de veiligheid beter gewoon verwijderen. Het is beter zo. Maar ja, natuurlijk, veel inkomsten, veel views zijn daarmee weggegaan. Dat is allemaal dat nieuw systeem. Vroeger, met elke video dat ik had, kon ik inkomsten genereren. En ik had geen problemen. Ik zorgde voor muziek dat mocht geüpload worden. Maar nu is echt gewoon alles veranderd. Ik mocht met 70-80% van mijn video's mocht ik geen inkomsten meer genereren. Was de muziek blijkbaar slecht. Dus echt vreemd gedaan met YouTube hoe dat nu alles is veranderd. Je hebt er waarschijnlijk al wel video's gezien van andere mensen die het wel uitleggen en zo. Dus het sukt echt. Big balls. Is hier nog een stukje hout of zo dat hier blijft liggen? Ja, dus. Oké, dacht het al. Van, dat blijft hier zo lang nog omhoog. Zal die trap hier ook maar snel weg doen. Dat staat hier ook niet schoon. Oké, nu hebben we van deze hout, zoals veel, daar gaan we kunnen omzetten. Valassen, genoeg. Ik hoop dat normaal zal wel genoeg moet zijn om onze vloer af te maken. Nu, ik ging deze dan gebruiken. Zo, we gaan 1, 2, 3. Deze ook weg. 1, 2, 3. En daar doe ik er natuurlijk eentje meer. Maakt niet uit. Het gaat toch nog wat hoger gaan. En dan hier. 2, 3, 4. Oké, die zijn ook even hoog nu. En dan deze hoek nog. Zo. Die wegdoen. Zo. Is dat even hoog? Dat is volgens mij even hoog, ja. Deze weg doen. En 1, 2, 3, 4. En volgens mij is dat wel goed. Dus deze wordt mijn furnace, mijn melting house. Waar ik alles dus ga doen. Anders doen we hier nog zo. En dan maken we daar zo'n soort afdekje van of zo. Zo, en dan. Zo misschien. Zo, en dan hebben we. Ik weet niet wat ik aan het maken ben. Ik ben zomaar wat dingen aan het proberen eigenlijk. We kunnen deze hier plaatsen. Zie, dan hebben we echt zo een soort doorgangetje. Ik weet niet wat dat voorstelt. We zullen zien wat het ervan gaat worden. Hè. Deze mag weg. En dan vervang ik nog door deze valassen. Voilà. Dan gaan we het natuurlijk wat verder afmaken. Een cobblestone, en als onze cobblestone op is, gaan we nieuw halen. Maar gaan we ook gewoon even ons interieur verder afmaken. Aangezien dat we dan toch snel binnen zijn. Oké, we hebben hout genoeg volgens mij. Dus dan gaan we even in onze slot zetten. We gaan deze nu helemaal toedoen. Ik denk dat ik mijn trap nog wel naar de zijkant, naar deze hoek ga verplaatsen ofzo, zodat ik in het midden nog genoeg plek heb. Veel mensen zeiden dat ook in de comments van verplaats de trap, zet de trap ergens anders, dat je genoeg plek hebt. Oké, het geheime woord voor deze video wordt trappenhuis. Dus moest je nog aan het kijken zijn, dan ben je echt nice. En zet dan in de comments trappenhuis, zodat je kunt bewijzen dat je nog aan het kijken bent. Dus doe dat dan gewoon even. En dan ben ik echt trots op jullie kijkers. Want vorige keer hadden we meer dan 100 comments gekregen. Vol met banana faces. Nu moest je aan het kijken zijn. Trappenhuis is het speciale woord. Dus secret woord voor deze video. Dus laat natuurlijk in de comments achter. Laat ook je ideeën achter natuurlijk, zoals ik al zei. En onze vloer van onze tweede verdieping is af. Dus we gaan onze trap ergens anders plaatsen. We gaan deze afbreken. Al ons shit eruit. We zullen even de chest proberen op te rapen. Oké, hebben we onze chest opgerapen? Nee. Oké, de chest ligt hier. Dat moet ik niet hebben. Dat moet ik niet hebben. Dat moet ik niet hebben. Aha, dat moet ik hebben. Voilà, we zullen die even snel hier plaatsen. Maakt niet uit.
En dan zetten we onze shit daar. Daarin. De dingen die we nu niet nodig hebben. Anders ligt het hier maar een beetje te zweven. En dat is niet echt de bedoeling. Kool erin, obsidian erin. Ah, nether portal. Misschien kunnen we volgende episode naar de nether gaan. Als jullie dat willen, laat dan gewoon ook even weten. Want we hebben toch genoeg dingen om, naar de, om een nether portal te maken. Dus deze steken we daar nog snel even in. Dan kunnen we die een trap hier maken. Hè. Zo. Ik begin al ver naar hier, zodat ik daar genoeg plek heb om, dus naar boven te gaan eigenlijk. Allee, om te draaien, zo je pad te draaien dus eigenlijk. Dus dat je niet direct aan de zijkant daar zit, je weet wel wat ik bedoel. Dat is fout. Zo, deze nog hier. En voilà, we kunnen naar de volgende verdieping. Deze dan nog toe, waar dat oude trap stond. En dat is ook klaar, hè. Nu hebben we meer plek. Nu, deze ga ik met dit hout dan toedoen, zoals ik al eerder had gedaan. Zo, dat mag weg natuurlijk. En voilà. En onze trap is klaar. Oké, we hebben hier nu nog zo'n klein plekje wetten. We zetten daar gewoon een toortje of zo. Misschien maken we hier wel een secret doorgang naar iets speciaals of zo. Met wat redstone maken we dan iets. Ja, ons bed gaan we natuurlijk naar boven plaatsen. Zo. Laten we hier ons bed zetten. Zie je dat? Dat past mooi in het midden. En dan zetten we daar nog chesten rond of zo. Dus ik ga snel wat chesten maken. Zo. Nee, ik ga niet. Wil ik hout zoeken? Ja, pak deze maar, dat is voor mij goed. Ah nee, zo moet hij een chest maken. Hè. Zo. 1, 2, 3, 4. Dat is genoeg volgens mij. Deze mag allemaal terug. 4 chesten. Voilà. En het is alweer nacht, dus we gaan elk moment ook gaan slapen. En we hebben chesten naast ons bed. Dus deze wordt onze slaapkamer. Ik ga deze torch zo pakken. Heb ik hem gepakt? Ja, ik heb hem gepakt. En ik ga hem hier plaatsen. En we gaan slapen. En dan zijn we op de volgende dag. Ik ga snel nog wat cobblestone halen. En dan beëindigen we de episode weer. Jullie weten nog het geheime woord. Als je dit hoort, laat het in de reacties, in de comments achter. En dan kan ik zien wie dat er zo ver heeft uitgekeken. En dat zou echt zo sweet zijn. Als dat weer verschrikkelijk veel man zal zijn. Alsjeblieft mensen, bedankt voor het kijken. Vergeet zeker niet te liken, te commenten. En als je het niet hebt geabonneerd, abonneer dan een keer. Tot de volgende keer mensen. Ciao.